We maken uiteindelijk ook van de gelegenheid gebruik om even aan de voorzitter te vragen opnieuw een aanwinst. Inderdaad, we hebben ons natuurlijk laten inlichten via diverse kanalen en wij zijn ervan overtuigd dat Sander voor ons een enorme aanwinst gaat zijn. Het is terug een jonge kerel die terug hier in Knokke een kans krijgt. Jonge spelers krijgen blijkbaar in de Belgische competitie op hoger niveau zeer weinig kansen. Vandaag nog in de krant dat er zeer veel buitenlanders zijn. Ik vermoed 65% in eerste klasse allemaal buitenlanders. En wij zijn een club en een ploeg die jonge gasten, Vlaamse kerels, een kans willen geven. En wij staan daar enorm achter en wij hopen dat Sander zal slagen bij ons. Dat brengt de aanwinsten op hoeveel nu voor Royal Knokke? Nu zitten wij aan 8 aanwinsten, ja. En gaat het daarbij blijven, voorzitter? Of heeft u nog iets in uw achterhoofd? Ik denk dat u mij wel een beetje kent. Voorlopig gaat het daarbij blijven. Maar ja, je weet nooit, als er nog een witte merel ergens tevoorschijn komt, gaan we dat overwegen en bekijken. En met de sportieve cel en trainerstaf bespreken. Maar ik denk, op vandaag zijn we zeker gewapend om terug onze strengte te trekken in de mooie eerste klasse amateurreeks. En ik hoop van harte dat we ook eens kunnen stunten en een keer kunnen doorstoten in de Crocky Cup. Om, wie weet, ja, misschien de ex-club van Sander te treffen, Lokeren. Om dan in Lokeren daar een mooi resultaat neer te zetten en hen misschien een keer in hak te zetten. Ik heb ook begrepen, volgende week woensdag 8 augustus, vandaag van RKFC. Inderdaad, in Stadium De Taille in Geist zullen we daar onze vandag houden tegen de match, ter gelegenheid van de match van, tegen Hullegem. En wij nodigen al onze fans, al onze sympathisanten, al onze sponsors, talrijke sponsors die wij zeer dankbaar zijn, van harte uit om een glaasje te komen drinken, een hapje te komen eten. En dit alles aangeboden door onze club, door RKFC en uiteraard ook met gratis toegang. En dan komt de beker eraan. Wij gaan het uiteraard match per match bekijken. Eerst in eerste match trachten te overleven. En dat zal een belangrijke stap zijn. Maar we mogen altijd een beetje ambitieus zijn en een keer iets durven zeggen en doen. Maar inderdaad, we gaan daar zeker die match ernstig oppakken. En ik hoop winnend afsluiten. Heel veel succes, voorzitter. We komen zeker bij jou nog eens terug bij de start van de competitie. Ik dank u van harte.